Was het op een festival of op een feest? In de kroeg. In de kroeg gewoon? In Leeuwarden. Oh, je moet echt goed je best doen, wil je in Leeuwarden worden gedrogeerd. Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van de Mensenmening. Door de coronamaatregelen kan ik helaas niet de straat op om mensen te interviewen. Dus daarom ga ik langs bij wat vrienden van Slam om te vragen of ze ooit met iemand hebben gezoend van hetzelfde geslacht. De jury gaat raden of ze ja of nee zeggen en dit is de jury. Hey. Yo, what up? Dave, net niet Dave is er weer. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Mensenmening. Ik ben er weer. En ik ben er ook. Nou, Sylvana, leuk dat ik even hier naartoe mag komen. Natuurlijk. Ja, en Sylvana, jij hebt een vriend, toch? Ja. Hoe lang al? Nou, een jaar en een paar maanden of zo. Oh, ik moet er iets langer over nadenken. En heeft hij jou versierd of jij hem? Hij mij. Ja? Want ja. Wat was zijn move dat je uiteindelijk dacht van... Hij stuurde me een dick pic, jongen. Kom niet omheen. Wow. Ik presenteerde met hem. Ja. En er was een website, Autobaan. Dat had een vaste crew. Het is wel slim wat ze van haar vragen. Zij is gewoon als blonde giet in de mannenwereld gaan werken. Dat is super slim natuurlijk. Met een aantal mannen en ik zat er ook bij. En we hadden een etentje met z'n allen. En daarna gingen we op stap. En toen heeft hij dus tegen die mannen gezegd... Ik ga vanavond Sylvana doen. En het is ook gebeurd. Vind ik strak dat je dat zegt en dan ook doet, zeg maar. Het zegt toch meer over Sylvana dan over die man die zegt van... ik ga vanavond Sylvana doen. En dat Sylvana het gewoon laat gebeuren. Nou, dus wel als hij ergens voor gaat, dan gaat hij er ook echt voor. Ja, maar het is best lullig, hè, voor mij. Als je er ook een daring. Wel goed verhaal, eerlijk, ja. En ben jij iemand die, zeg maar, veel drinkt normaal gesproken? Amber bouwt ze wel op, hoor. Allee, Amber, ja. Die doet goed, hoor. Ja, die maakt wel bruggetjes. Ja, hele bruggen. Het is niet dat ik het dagelijks doe. Nee. En ben je wel eens zo dronken geweest dat je niks meer wist van de avond... en dat andere mensen tegen je zeiden van... nou, Sylvana, wat jij allemaal hebt uitgesproken, is echt niet normaal. Amber kan het wel soort van vertellen alsof het een iets te persoonlijke ervaring is. Ja, ik heb dat wel eens gehad, maar toen ben ik gedrogeerd geweest. Is ze gedrogeerd, zei ze dat nou? Was zij dat, waar je dat in het drankje had gegooid? Was het op een festival of op een feest? In de kroeg. In de kroeg gewoon? In Leeuwarden. Je moet echt goed je best doen, wil je in Leeuwarden worden gedrogeerd. Daar kennen ze drugs helemaal niet. Ja, daar gebeurt het voor mij het meest hoor, in de kroeg. En het was ook, binnen een half uur was in één keer het licht uit. En ik had denk ik 2 wijntjes gehad of zo. Dus ja. Het is niet zo dat ik helemaal lam of shotjes of zo. Dat gebeurt dus nog, hè? En ik weet het ook niet meer. Het schijnt dat ik in een taxi heb gekotst en het kwam er aan alle kanten uit. Gauw, heel gauw. Maar weet je, het was ook gewoon zo gênant. Maar ik heb lekker bij mijn broer geslapen en die hebben echt op me gepast. En die zeiden ook, Sil, wat gebeurde er? Ik moest en poepen en peuën. Peuën? Spugen, oh. Poepen en peuën tegelijk. Vrouwen poepen niet, ik heb dit niet gehoord. En het is nog gevaarlijk ook, hè? Dan kan je uitdrogen. Nou, daar was ik ook benieuwd naar, ja. Zie, Amber komt soms net veel met weetjes, waardoor je sowieso weet dat Amber dit ook misschien wel eens een keer of drie is overkomen. Ik vind haar echt strak, hoor. Zij zegt ook gewoon alles. Gewoon schijt hebben. Maar heb je ook wel eens gezoend met iemand van hetzelfde geslacht? Ja. 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 Nou. Ja. Ja. Ik, ja. Maar als ik... Ja, ja, ja. Ja. Ik ik denk het wel. Zoenen denk ik wel. Zij heeft al een keertje getonkt met iemand van een ander geslacht. Ook wel. Ja? Ja, zie. Nooit! En in wat voor situaties waren dat? Was dat gewoon ook op een feestje? Nee, gewoon in een bibliotheek. We pakten toevallig alle twee hetzelfde boek over wielrennen. En toen gebeurde het gewoon een beetje. Het was destijds mijn beste vriendinnetje. En het, ja, ik weet niet. We hadden gewoon een middagje gechilled. Toen zei ik, hey, zullen we PlayStation spelen? Toen zei ze, ja, kunnen we een filmpje doen? Toen zei iemand, hey, ik heb ook een goed idee. Kunnen we getongen? Ja. Lekker in het park. En dan hadden we het erover gehad. En dan zeiden we, ja, laten we het eens proberen. En toen hebben we het gewoon geprobeerd. Toen gingen we lekker met elkaar zoenen. Experimenteren. Experimenten. Stefano, jij hebt een relatie dus. Ja, dat klopt. Wow, sick. Ik zou niet weten of hij nou op man of op vrouw valt. Nu ongeveer 1,5 jaar. Met een vrouw, toch? Ja. Hij moest er zelf ook lang over nadenken. Zie je, snap je mijn twijfel? Maar ik ben wel zelf de vrouw in de relatie. Ja, hoe uitzicht dat dan? Ja, zielige dingen aan het vertellen. Ik wilde de hele tijd Disney films kijken en zo. En ik eet heel veel chocola. Dus wij vrouwen hebben een zielig stemmetje en jammeren alleen. Nee. Dat is gewoon mijn eigen ervaring met het onderwerp. Nou, ik ga snel weg, want dit loopt niet goed af. Ik heb ook nog geen één keer naar hem gekeken, maar ik kijk gewoon constant naar dat voorhoofd. Wat ik zelf heb meegemaakt, dat is absoluut niet mijn mening. Ik ervaar het nooit zo, Stefano. Maar zijn vriendin moet toch ook wat zeggen van die tattoo?
Ik krijg nog steeds het gevoel dat het eigenlijk niet helemaal echt is. Is het allemaal, zeg maar, sommige relaties ook echt minder dan een jaar? Ja, de een was 9 jaar en de andere 4 waren een week. Ja, dat klopt. Sommige relaties waren minder dan een jaar. Ja. En waar lag dat dan aan? Aan mij. Ik kan me voorstellen. Heb je wel eens met een man gezoend? Als jij zoiets op je voorhoofd hebt, maar je hebt nog niet met een man gezoend? Dat kan niet. Eerst met een man zoenen, dan zo'n tattoo op je voorhoofd. Nee. Hij heeft het niet gedaan. Maar hij is experimenten. Hij experimenteert met alles. Hij heeft alles wel gedaan in zijn leven. Ik ga mee. Ik ben helemaal... Ik ga mee. Maar je snapt wat ik bedoel, toch? Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, ik bedoel, tattoo op je hoofd. Ik ben gelijk om. Nou, let's go. Ja, ik neig naar... Ja. Niet dat ik me kan herinneren. Maar hij sluit de kans niet uit. Ja, oké, jammer. Heb je er behoefte aan? Want is er hier... Nee, het is zomaar een vraag. Het zou kunnen dat je het nog nooit hebt gedaan, maar dat je het wel graag zou willen. Nee, ik denk dat als ik het echt had gewild, dan was het me ondertussen al wel een keer gelukt, denk ik. Gelukt ook, hè? Niet gebeurd, nee, gelukt. Nou, Dave, wat gezellig. Ja, bedankt. Nou ja, wel een beetje op afstand. Maar... Ja, wel op afstand, dus we verbreken geen regels. Jij gaat in dit huis wonen met je vriend. Ja. Hoe lang gaan jullie al met elkaar? 1,5 jaar of zo. Dit zijn dan van die stoelen, waar dan zeg maar 1 armleuning... iets verder zit dan die andere. Ja. Ken je dat? En dat je dan die andere omhoog doet en dat je dan zo naar achter klapt zo. Wat een tering dingen zijn dat, zeg. Oh, het is nog best wel pril eigenlijk. Ja, voor een huis kopen misschien wel, ja. Wow, heeft ze ook gelijk een huis gekocht met hem samen? Oké. Okay. Maar we zijn ook al wel, we hebben 3 maanden met elkaar gereisd, dus dan zit je al erg op elkaars lip. En ja, het is natuurlijk ook wel een beetje een moeilijke markt. Als je gaat huren, ben je meer kwijt dan een hypotheek nu. Dat is wel echt zo trouwens. Dus dat is iets, ja, weet je, fuck it, we gaan er gewoon voor en... We hebben zelfs een klushuis gekocht. Dat is volgens mij de grootste nachtmerrie van menig stel om te gaan verbouwen. Gewoon een kut klushuis gekocht. Nou, dat lijkt me echt top. Dat lijkt me echt top klussen. Maar tot nu toe gaat het goed. Het ziet er ook wel goed uit, hè? Ik kan niet anders zeggen. Ik vind het vooral de tuin is mooi uitgepakt. Nou, je kan er wel zeggen, als je dit allemaal hebt overleefd, dat je relatie dan wel heel sterk dat is. Dat bedoel ik. Ik bedoel, ik krijg superveel mensen als ze horen dat we inderdaad samen aan het verbouwen zijn. Mm-hmm. Die dan zeggen van, gaat het nog wel goed? Zijn jullie nog niet uit elkaar? Maar nee, we zijn nog veilig. Tijdens deze periode, je hebt altijd zeg maar in bepaalde generaties, weet je wel. Je hebt de generatie Z, generatie X. Zou nou dus de generatie over 10 jaar die hieruit geboren, zou dat dan ook de quarantines zijn? Dat zou echt super grappig zijn, vind ik gewoon. En hou je een beetje van feestjes? Ik vind als de zon schijnt en als er lekker muziekje is, dan vind ik het al heel snel goed. Dat was echt niet waar ik aan dacht bij een feestje. Een feestje is bij iemand thuis. Ja. Toch? Ja, een festival is gewoon een festival. En uitgaan is naar de club. Ja. Heb je wel eens gehad dat je echt een avond echt veel gezopen had en dat je niet meer wist wat er gebeurd was en dat anderen zeiden, wat deed jij nou? Amber, ik maak me een beetje zorgen. Zit er niks tussen bij jou? Zeg maar, is het niet gewoon, we hadden 2 wijntjes, was gezellig en oké. Ja, nee, het is heel stom, maar ik heb dus een soort grens waardoor als ik meer drink dat ik dan echt misselijk word. Heeft iedereen toch? Ik ben ook netjes wat betreft alcohol. Ja, je hebt 2 bier nodig en je kan kruipen. En hou je van nieuwe dingen uitproberen? Nee, ik denk het. Ja, ik heb zelfs al dus al met series. Ik kan gewoon niks nieuws uitproberen. Gewoon 5 keer dezelfde serie kijken. Ja, ik kan dat gewoon niet. Ik heb gewoon, als iets leuk is, dan is het leuk en dan hou ik het daarbij. Nou, spannend. Weet je dat ik echt serieus dit helemaal ook gewoon snap? 5 keer dezelfde serie kijken. Ik heb altijd, als ik in slaap val, dat ik een soort van een Family Guy aflevering zit te kijken op Netflix. En heb je wel eens gezoend met iemand van hetzelfde geslacht? Ik denk van wel. Nee. Die houdt niet van nieuwe dingen. Die houdt gewoon van een vent die er gewoon lekker in de watten legt. En die heeft helemaal geen zin in dingen uitproberen. Dus vinden huis verbouwen vond ze al praktisch. Heel pragmatisch aangelegd, denk ik. Dus ik denk het niet. Ik denk dat... Kijk, zij heeft natuurlijk op een hele soort van jonge leeftijd heeft zij verkering gekregen met Enzo. En toen was het allemaal heel heftig. Het leven was allemaal heel heftig. En toen werd iedereen let op haar. Ik denk dat er best wel een periode is geweest dat zij een beetje een soort van los is gegaan of zo. Misschien dat toen een keer per ongeluk is gebeurd. Nee. Ook niet. Ja, op zich had ik het ook al kunnen aflezen aan die groene kruiwagen en die lekkere Weber barbecue die ernaast staat. Dat het niet heel spannend altijd is. Yuki, jij hebt een vriendin. Ja, Yuki! Hey, dat is Utrechts, hè? Yuki. Denk Jochie. Bijna 5 jaar. Ja. Hoe gaat die relatie nu in deze tijd? Kan een beetje 2 kanten op, hè? Of het gaat in 1 keer helemaal kut, of je komt eruit en je gaat trouwen of zo. Ja, misschien nog wel nog beter. Nu kan je ook wel weer een beetje van elkaar genieten. Want ik kan me ook voorstellen dat jij dan niet door crisscross en zo heel veel avonden thuis kon zijn. Minder groepjes, ja. Als het niet goed had gezeten tussen ons, dan had het misschien, dan was zo'n situatie natuurlijk helemaal verschrikkelijk. Ja, dit is natuurlijk ook een gevolg. Hè? Je gaat ook fucking veel ruzies krijgen zodra de 1,5 meter... society weer opgegeven wordt, zeg maar. Dan ga je enorm veel missen en jaloezie ga je krijgen, ruzies en break-ups en
Tinder-explosies. Heb je eigenlijk veel vriendinnetjes gehad? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je heel veel aandacht krijgt. Hoezo dan? Nou ja, je ziet er goed uit. Ga door. Kijk, en nu merk je dat Yuki al een tijdje binnen zit. Yuki, elke kans die hij krijgt met een andere vrouw op interactie, dat hij ook gelijk zo, hoezo dan? En even vis naar een complimentje. Ik ga nog heel even gewoon rustig achterover hangen in de zon. Ik ben super getalenteerd. Oh, jongens. Ga uit hoor, Amber. Ik kom Lizzie ophalen. Dit is het beste wat de coronatijd me tot nu toe heeft gebracht hoor. Yuki, hou je broek aan. Ja, nou ja, ik had wel veel vriendinnetjes. Toch mooi hoe je de vraag een beetje ontwijkt, weet je wel, dat dingen. En heb je ook wel eens geëxperimenteerd? Met? Heb je wel eens gezoend met iemand van hetzelfde geslacht? Nee, want ik denk dat dit zijn allemaal natuurlijk BN'ers. Dus die weten gewoon, als ik nu ja zeg, staat er morgen in de Telegraaf dat ik gay ben. Yuki is zo lekker comfortabel met zichzelf, dat Yuki ook zeg maar wel iemand zou kunnen zijn die per ongeluk een keer met een andere gast tonkt, weet je wel, of zo. En dan zegt, laten we een biertje pakken, want het is toch niet echt wat ik leuk vind. Het zou best wel kunnen. We gaan voor nee. Dat heeft Yuki nog niet gedaan. Nee. Oh, nice. Iemand heeft me wel eens een keer proberen te zoenen. Oh, echt? Ja, ja, ja. Hoe breng je jezelf in zo'n situatie? Dat iemand probeert om zeg maar te zoenen. Dat voelt toch gewoon een beetje aankomen? Ja, op een feestje. En toen was hij zo. En toen voelde ik die baard. En toen dacht ik, nee, dit is niet mijn ding. Als hij geen baard had gehad, dan was hij die fout in gegaan. Wel een goede soort van versiertruc om te tongen. En dan kijk je baard. Toen kwam je dichtbij en toen dacht je toch. Ja, gewoon, toen dacht ik, nou, ik vind je wel een leuke gast, maar nee, het mijn. Toch niet? Nee, nou, niet op die manier, denk ik. Nee, precies. Ja. Okay. Ja. Jij? Ik ga even een verbeelding hierbij maken. Heb jij wel eens gezoend met een meisje, Amber? Ja, Yuki, eindelijk man, eindelijk die vraag terug. Yes, hier heb ik op gewacht. Amber heeft sowieso een keer met een meisje getonkt. En ik denk niet alleen getonkt, ik denk dat Amber ook stiekem een keer heeft gevingerd. Nou, Amber vindt dit veel te spannend. Amber vindt dit fantastisch. Ik ken Amber inmiddels al wat beter. Die vindt het superleuk. Die wil hier alleen maar over praten. Die heeft het sowieso gedaan. 100%. Ja, ja. Ik denk het wel. Ja, ja, ja. De meiden doen dat toch sneller. Ja. Ja, ik word ook een beetje de beste van. Vriendinnen doen dat gewoon of ja. Zo. Ja, maar die doen kussen. Nee, die doen ook wel zoenen gewoon. Ja. Ja, even kijken. Dit is zo typ. Natuurlijk is ze dit gedaan. Ga even liggen hoor, twee tellen. Doet hij zo zijn rits open? Gaat hij zo liggen? Vind jij het ook zo hypocriet dat dat voor vrouwen wel geaccepteerd is en voor mannen blijkbaar niet? Het is niet geaccepteerd omdat we constant over hebben van waarom is het niet geaccepteerd. Dus ik hoor nooit iemand die tegen mij zegt, David, ik echt scheidhekel aan homo's, jongen, niet normaal. Niemand ooit zegt dat tegen je. Maar in principe zou het gewoon moeten kunnen. Ja. Gewoon, als je daar behoefte aan hebt. Als je daar behoefte aan hebt. Kijk, dit bedoel ik. Niemand durft een statement te maken. In principe zou het gewoon moeten kunnen als je er behoefte aan hebt. Nou, dat is echt de meest vage zin ter wereld. Dat gewoon, kap gewoon met het gesprek als je er niks over durft te zeggen. Dit was het alweer voor de mensenmening van deze week. Bedankt voor het kijken en volgende week zijn we er weer. Nou, dat was maar weer. Ik ga even mijn beste vriendjes backpakken en dan zie ik jou volgende week.